Ik sta hier in de Grote of Stefanuskerk te Hasselt, met achter mij het fraaie orgel gebouwd door Rudolf Knol. Op dit instrument hoop ik op zaterdag 25 oktober aanstaande een orgelconcert te verzorgen. Ik open het concert met een tweetal composities van Jan Zwart. Allereerst Morgenglans der Eeuwigheid en als tweede Psalm 68. Van Johann Sebastian Bach, de Preludium en Fuga in C-klein, Bachwerkenverzeichnis 549. Dan een compositie van de Italiaanse componist Padre Davide da Bergamo, het Elevazione. Van John Bull speel ik het bekende Rondo. Daarna van Edouard Baptiste, op vele verzoek, nog een keer de Grand Offertoire de Saint-Cécile. Voor de pauze speel ik van Adriaan C. Schuurman zijn liedbewerking over het gezang Amen, Jezus Christus, Amen. In de pauze kunt u achter het orgel terecht voor het bekende kopje koffie. Ook is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten of om de cd-tafel te bezoeken. Na de pauze vervolg ik het programma weer met de compositie van de Engelse componist William Thomas Best, een March for Church Festival. Daarna van de Belgische componist Joseph Calaats het schitterende Meditation.
Deodat de Sévrac speel ik het versteelde Cantilène mélancolique. Dan een compositie van Arno Landman, de variaties op een thema van Georg Friedrich Händel. Tot besluit van deze avond een koraalfantasie over het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet, met aansluitend twee coupletten samenzang. U bent van harte welkom op zaterdag 25 oktober aanstaande hier in de Grote of Stefanuskerk te Hasselt. Het concert begint om 8 uur en de deuren gaan open om 19:30. De toegang bedraagt 10 euro en jongeren beneden de 16 jaar hebben gratis toegang. De verrichtingen aan de speeltafel kunt u volgen via een groot scherm. Wilt u meer informatie over het orgel of het programma nog eens nalezen? Kijk dan op www.gerwinvanderplaats.nl. Tot ziens op 25 oktober.